De nieuwe roman van Suzanne Smit, Alles wat beweegt, verschijnt op 3 maart. Vanaf die dag kun je ook de audiotour beluisteren. Het licht is hier anders. Scherp, maar zonder de ogen te verblinden. De hemel lijkt hoger te reiken dan waar ook ter wereld. In het boek en in de luisterwandeling wordt je meegenomen naar het Noordwijk van 1906. De wereldberoemde danseres Isadora Duncan beleefde aan de Nederlandse kust de grootste omwenteling van haar leven. Een ontdekkingstocht, een inspiratiewandeling, een audiotour, een luisterwandeling. Mijn verontschuldigingen als ik u een onprettig gevoel heb gegeven, Miss Duncan. We zouden graag een stuk plaatsen over de reden voor uw verblijf aan de Hollandse kust. Wandel door het leven van Isadora, langs het huis waar ze verbleef. Het huis dat opdoemt is wit gepleisterd. In de tijd dat Villa Maria gebouwd werd, was dit eigenlijk een open plek in het duin. Zij vond dat een vrouw kinderen moet kunnen krijgen zoals zij dat wenst. Het is Isadora Duncan, tirelire Duncan, tirelire hopsasa. Toen liep ik in mijn eentje langs het strand, door de hoofdstraat. En toen ontdekte ik Noordwijk opeens. Dacht, wat is het eigenlijk ontzettend leuk om hier te wonen. Het pad splitst zich in tweeën en ik twijfel. Ik kies links en loop verder, keer om, loop terug en neem het andere pad. Draai me opnieuw om. Of kwam ik daar al vandaan? Je kunt de luisterwandeling gratis met je eigen telefoon beleven, wanneer je maar wil. Geniet van muziek, historische context en fragmenten uit het boek Alles wat beweegt met de stem van Suzanne Smit.